In Helmond is vanmorgen een dode vrouw gevonden in een voortuin van een huis. Het huis staat aan de Houtse Parallelweg. De vrouw werd rond 9:15 gevonden. Onze verslaggever Tony Vossen. Vrijwel onmiddellijk is de omgeving door de politie afgezet en is de politie ook begonnen met sporenonderzoek. Op dit moment is nog niet heel veel meer bekend dan dat het gaat om het lichaam van een vrouw van ongeveer 70 jaar. De politie vermoedt een misdrijf, maar is op dit moment nog druk bezig met sporenonderzoek. De tuin waar de vrouw gevonden is, is inmiddels helemaal afgeschermd voor dat onderzoek.